Dus ja, we hebben weer een klein level. Dit is echt de laatste klein level, dus. Dit was letterlijk de. Je had daar één, maar twee klein klein. Ja, dus er zijn maar twee, klein levels in het spel. Ah, dat is cool. Maar ja, maar in Amerika, like, gelijk met Nederland, kun je in Amerika wel voor kiezen om niet je kind naar school te sturen. Dat ik dat zelf gelijk met kinderen les neem. Ja. Waardoor je niet zorgt te maken dat ze lijkt doodgaan. Want blijkbaar zijn school shootings zo fucking, like, common in Amerika. Wat ja, het is meer common dan andere landen. Nee, het is meer common dan andere landen. Ja. Het probleem is gewoon weer van, like, is er zoveel... Ja, er wordt zoveel gepest op die scholen en zo, weet je. Als je geen pistool had, zouden er gewoon heel veel mensen die, like, neergestoken zouden worden of zo, weet je wel. En heel veel pistolen zijn ook, like, illegaal gehaald. Nou, overduidelijk moeten meer legels zetten op de pistolen en zo. Oké. Okay. Pistolen afnemen. Ik ben niet helemaal mee eens met, like, armed fucking teachers. Want dat voelt pas echt als je in een gevangenis zit. Bewaking voor de school. Ja. Dat is alles wat je nodig hebt. Tenzij een leraar op een gegeven moment zoiets heeft van, weet je wat, ik ga de school zoeken worden dit keer. Ja, als het, wat ga je eraan doen? It's like, it's a sad thing, it's like, zoals ze altijd zeggen. Dus... Weet nog van de manier komt te altijd... Dat is geen net zo goed de studenten like, pistolen geven, fuck it. Let's give everybody guns. Als iedereen pistolen geeft, dan heb je niemand pistolen eens. Exactly. Geef de pistolen aan die twee oude kinderen, want ze weten het ondersgoed wat ze ermee moeten doen. Wel, weet je wat, like, ik zou liever like, twee oude kinderen like, pistolen geven, terwijl ik een pedo in mijn buurt heb. Nou, maar Jesse, kom op man. De pedo's houden van kinderen, ze doen nooit iets. Ja, dat is het probleem! Dat is het fucking probleem! Zouden we een beetje te veel voor kinderen? Too much love. It's too much love. Maar ja, it's like... Jesus, just go after Asians like a normal person, Jesus. I know, right? But not... my... Onthoud! Het is niet de fucking uiterlijk. Het is de fucking leeftijd dat hem boeit. Ik zou denken ook het gedrag. It's the innocence and all that. It's like... Yeah. Can you not tell me dat het niet like, fucking... Wat is nou? Een gemeen gedrag erin heeft en zo, weet je wel. De seksuele letterlijk doen gewoon om pijn te... gewoon voor een eigen lol. Sadistische lol. Like zelfs, like, ook al ben ik een S, ik ga me niet zo zelf verlagen en al toch gewoon. Alright. Ik heb fucking standaards. Ik heb standards. En dat standaard is dat kinderen veilig moeten zijn van deze flukkers. Nee, en dit is een M. Ik ga niet geloven Chester Disney. Ik vond dat het fucking was geweest. Je hebt Sonic Generator. Wat was de fucking naam voor de Game Boy Advance? Genesis. Je hebt Sonic Genesis gespeeld, ik vond het leuk. Ik ben zeker weten dat het was geweest. Je hebt Final Fantasy 2 weer gespeeld dan je ooit zou moeten. Ja. Volgens mij is het een goed 2,5 keer of zo. En je wilt het nog een keer spelen. Om het gewoon volledig te maken en zo. Ja, ik heb fucking masochist. Ik weet zeker dat je Doom gaat spelen op de moeilijkste difficulty setting. Weet je wat, masochist. Wie weet, ik weet niet, met Doom is like de moeilijkste difficulty setting is like one hit of zoiets. En ik ben niet zo'n grote fan van bullet hells. Nee. Je kan zeggen, ja, het is geen bullet. Uiteindelijk zullen de vijanden zijn die de hele tijd gaan schieten. En dat is waar het leukste gedeelte komt. Al die vuurballen. Ik heb maar één HP over. Oh, nice, a bullet hell. I love that shit. Oh, Jesse heeft zichzelf volgens mij geheeld, of niet? Nee. Nou, dat kan niet. Is die debug. De botsen is eigenlijk heel goed voor deze sectie, want je kan de ding gewoon neerschieten zo. Want ze vallen er gelijk vanaf. Oh ja, de fucking vuurrobots doen opeens meer schade, want ze doen opeens like 6 punten schade voor geen reden.
Alsof Phoebe HP me gaat helpen op dit punt. Alles the fuck is een life bar? Dit is wat ik ook bedoel met like Ratchet & Clank 2 is meer like een ander spel dan like Ratchet & Clank 1, waar Ratchet & Clank 1 je een beetje like vooruit kan kijken en dingen uit, in de terra neergestuurd. Hier heb je like fucking legers van vijanden. Man, had je nou maar een sniper rifle? Oh wait. Ja, het maakt niet uit, want kijk, er zit een hele grote, er zit een hoek in deze kamer, dus ik kan niks deze hele, kamer is like dom. Nee, het is gewoon, maar dat is bijna elke kamer zo, want het spel is meer gefocust op actie dan like dingen uit de, like, uit de weg raken, zoals in eerste klank 1. En het komt als je meer like agility hebt in dit spel, je kan meer ontwijken en zo. Dus denk eens, laat ik het Dynasty Warriors, een actiespel maken. Geen Dynasty Warriors, though, dat is te veel, maar. Ja. Like, no. Ik vind het niet erg en zo, maar dan vind ik het raar als je me een sniper rifle geeft. Kijk, wat is de nut van een sniper rifle als ik het toch niet ga gebruiken? En mij ook geen vlammenwerper gaat geven. Ik zou wel een vlammenwerper willen hebben, ja. Vlammenwerpers zou een leuk wapen zijn geweest. Unlike the fourth part, like a few parts geleden ook like spionnenfilms gehad. There is like Secret Agent Clank, dus er is een spionnenspel van Ratchet & Clank. Right. That was the thing, yeah. Ah, British. Het lijkt me like the Secret Agent Clank is ook met like the fucking robot wife, like the robot wife en alles. The robot wife and the butler. Yeah. Het is like, dit is inderdaad een spionfilm met de Clank. Maar is het dan weer met dezelfde, met de Clank-secties dan gewoon in het hele spel? De Clank-secties? Ja, weet je wat, want ja, waarom anders, like... Zo'n beetje, denk ik. Ik heb het spel nooit gespeeld, dus ik zou niet weten. Dat sucks. Oh, never mind, I guess. Bridgebot is awesome. Just jump. Do it, Dennis. Make a leap of faith. Just climb down. Climb down. Dennis, what's my climbing skill 1 is? And I would like 10 climbing skill have to kunnen climb. Well, that sucks. Tijd om te grinden. Je kan alleen de klimskill grinden door het hele tijd te vallen, en dat is hoe de level grinding werkt in Final Fantasy 2. Nou, blijf vallen dan. Wat anders ga je doen? Ik ga dood als ik vanaf deze plakking hoog val. Just keep falling, you'll be fine. Oh, I won't. Ja, dat fucking cool starters ben jij. Dezelfde soort persoon die probeert de pedofielpartij te promoteren. Kunnen we daar eens een keer, ophouden? Ik kan dat niet bedreigen, het maakt me ook comfortable. I just fucking hate. Moet je je voorstellen dat iemand langs deze deur loopt en ik hoort, wat is dit dan voor een pedofielpartij? Oh, heb je het ook niet gehoord? Deze fucking man met ballen van staal die denkt dat hij ermee weg kan komen en zo. Ja, fucking. Weet jij, noem je het ballen van staal die gewoon een fucking bom is, overduidelijk. Goed punt, het is geen stal, het is gewoon ballen. Niks anders. Want, like, er is een verschil tussen dapper zijn en dom zijn. Ja, zeg, volgens mij, de beste manier om te zeggen is dat al zijn breincellen naar de ballen zijn gegaan. Zo'n beetje. Dus, dit is dat is waarom die ballen zo groot zijn. Dit is een puur goede exemplaar van wat er gebeurt als je een piemel laat denken. Ja. Alles. Hey, check this out. Another wrench. Doorwielding? Nee, dat is Tank 3, Ennis. So, what is dit? Gewoon more damage? Ja, yeah, more damage. Alright then. Dat is een hele random power-up. Ja. Yeah. Maar goed, we hebben een sterke wrench nu. Nice. Oh no! Ik heb geen rust jet om langs te komen van dit gedoelte. Ik ben 5 als laatste pas, Ennis.
veranderen, like fucking spions shit, dan gaan we nog eens kijken. Wat zeg je? Dus like, alleen dat en like, James Bond, zullen we ook James Bond gaan kijken of is het like een nee? Ik bedoel, ik heb er niet echt zoveel interesse in, maar als jij iets weet van hé, dit is waarschijnlijk een leuke film, dan moet je. Ik weet eigenlijk niet zo goed, dan laten we gewoon bijhouden op die ding. De Ratchet & Clank game. Kingsman. Wat was dat ene film waar je het over had? Kingsman. Over de toppels. Het was eigenlijk even de meest over de top films die je ooit zult vinden, by the way. Dat was volgens mij het leukste gedeelte voor ons. Dus like, we houden gewoon van over de top shit, is, meer dan serieus. Maar hij is like expres over de top gedaan, weet je wel? Right. Like, de actiescènes zijn gestoord. Was dat hele Kingsman scene in de fucking kerk? Ja. Did you run into your little friend out there? I do not know what you mean. Ja, dat is onze schip. Ja, onze schip zit onder een magneet, dus we moeten toch vrij zitten kopen, in ieder geval. Hier beneden zit een bot. Stel je voor dat je erg nodig je fucking ballen moet gaan krabben terwijl je hier doorheen moet gaan. Ugh. Dammit. Ik kan niet loslaten van de knoppen, maar ik moet echt nodig. Eigenlijk, dat heb ik soms wel, ja. Zo, kan ik terug de boot. Ja. Oh, laten we de rest van het schip exploreren. We hebben al de plaatsen en bots volgens mij vaak gevonden in deze wereld. Dus daarmee zitten we goed. Auw. Dat is ook niet aardig. Kijk, deze sectie is een beetje lastig wel. Dus ik moet echt perfect timen. Dus, ja, dit is moeilijk. Volgens mij is het een beetje de seconde dat hij omlaag gaat. Of dat. Zo'n beetje. Oh no. Oh, thank god. Bijna, ik heb... Oh no. Ik heb heel veel dood eruit geknipt, by the way. En ze zei, waarom de fuck heb je laaf van je eigen schip? Beveiliging measures, Dennis. Wat sucks dat de fucking persoon die lijkt... Huh? Ja, waar heb ik deze man eerder gezien? Hey, I know those pants. Consarn it. Here's the problem. Excuse us, sir. What are you doing here? In this galaxy? I can't control where things break. I just fix them. Surely someone in this galaxy can... Shh. I know that, but they don't. I get triple time and travel expenses. Ew. What's that? Some dead burned fool flushed this perfectly good quark action figure. Yeah, it's a little ripe, but look at that craftsmanship. You want to buy it? 20,000 bolts? Ah, motherfucker. There you go, pal. See you in another year or so. What did he mean by that? We doen het vol van een spel, oké. Maar je weet wat, hij heeft gelijk. Hij zei, kijk naar de fucking craftsmanship. Het is like de fucking $7,000 standbeeld van, like, wat was het ook weer? Ja, maar dat is in de real. Maar dat is like op size, weet je wel. Right. Die standbeeld is net zo groot als jij. En je kan touch the boobs. Oh, you can always touch the boobs. Ja, maar now you can really touch the boobs. Wat was dat ook weer? Dat is wel van Evangelion, toch? Was dat het? Die $7,000 standbeeld? Maar er waren meerdere standbeelden. Ja, maar weet je wel, dat was nog de eerste keer toen ik zoiets had gehoord. Oh shit, ze maken die standbeelden voor $7,000. En niemand gaat het kopen, want je weet. Jawel, dan zijn ze ook gestolen met ze. Ja. Jesus Christ. Waste of time! Alright. Volgens mij was het nou zo'n figure. Nou, we met zo'n beetje begonnen.
weet niet meer. Nou, dat is het man. Blijkbaar zijn er nog meer, dus als nice. Ja. Ik kan niet wachten om mijn Tamahofik het standbeeld te halen van deze $7000. Ik wil Louis. Ik wil Louis. Jesse gaat hoog zetten voor de Shiro standbeeld. We zijn like fucking 50 Shiro standbeelden op dit punt. Ik zweer het God. Ook even de live merchandise is like 50% Shiro standbeelden. Jesse gaat specifiek een huis kopen dat hij al die standbeelden in kan stoppen. Ik ga zeker deze Shiro al te ergens hebben, hè. Dus... en alle Shiro figurines eromheen en zo. Pray to the Lolly Queen. Met like 70 like, slots eroverheen, zodat je zeker maakt dat niemand in die kamer komt behalve jij. Ja. Er is één kamer die ik gewoon op slot heb en je weet dat die kamer de wiepkamer is. En zeg, je doet deze 70 slots al helemaal om de mensen te intimideren, maar je hebt altijd deze secret backdoor. Ja. Dat is you cannot be put up with this. Wat is met de bitrate, though? Holy lava. Shit. YouTube. YouTube is huge planet zijn, is hij. Ratchet, Clank, I hope this gets through to you. I'm transmitting from the Thugs for Less fleet. This ship just returned from a Megacorp distribution center, and I think I found the answer to... Hey, who's there? Meow. Aw. Wait a minute. What are you doing here? Sending a message to your little pals, huh? Well, say goodbye, boys. Take her to headquarters. Whoa! Did you see that? Yes. Angela knows how to defeat the Protopet. And? And she does a terrible cat impression. And we have to rescue her from the thugs. Agreed. We need that answer. And we have to protect her. Okay. I will upload the coordinates. Alright dan, we gaan de fucking vloot bestrijden, dat is niet leuk, Dennis. Nice. To be honest, was het voordat ze niet dacht ik dat het heel anders zou zijn. Natuurlijk. Zeg, wat kan ik eraan doen dat ze zo'n goede impressie doet van de Californische sterren? Natuurlijk. Anyway, we moeten nog naar de powerlines toe rijden. Zo wordt leuk. Ah, planeetbol dan. Het is een planeet dat bestaat. Eerst gaan we deze bol halen. En dan moeten we de powerlines gaan rijden. Yay! Oh boy. On the full on the part.